Vandaag is mijn allereerste stagedag in het CWZ. Ik ben heel benieuwd wat me te wachten staat. Ik heb echt geen idee. Ik heb daardoor ook echt heel slecht geslapen. En ja, het is nu tijd voor mij om op de fiets te stappen, want om 7:15 moet ik in het ziekenhuis zijn. Nou, hier moet ik mijn pak ophalen. Dus ik ga nu mijn pas ervoor houden. En dan komt hij hier zo uit. Ik loop nu met mijn pak over de gang. En zoals je ziet is het heel vroeg, nog weinig mensen. Op naar de eerste stagedag. De stage gaat beginnen. Ik heb gehoord dat de bedoeling is dat we nu eerst de mappen van de patiënten lezen. Bijzonderheden en noteren en dan aan de slag gaan vandaag. Eindelijk lunchpauze met mijn collega's en dan daarna weer lekker aan het werk. Protocollen en richtlijnen zoeken hoort er ook bij. Dus dat ben ik nu aan het doen. Je hebt gewoon tussen het werk door gewoon tijd om wat dingen op de computer op te zoeken. Dus dat vind ik wel heel fijn. De eerste stagedag zit erop. Was een super hectische dag. Echt de benen onder mijn lijf gerend. Heel erg wennen. Wel heel leerzaam. En ik ben benieuwd naar de komende weken.